Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op 8 december 2020 een commissie geïnstalleerd die de huidige groep recruten van het Korps Politie Suriname zal screenen, alvorens zal worden overgegaan tot beëdiging van de manschappen. De screening is bedoeld om na te trekken als de recruten volgens de geldende regels zijn aangetrokken. Het ministerie streeft ernaar om de beëdiging op 14 december 2020 uit te voeren. De ontwikkelingen nu is dat afgelopen vrijdag is er een bespreking geweest tussen de president, de vicepresident, enkele ministers, het team dat het onderzoek had gedaan, dus die presidentiële commissie, ten aanzien van de recrutenlichting 2019-2020. Eerder had ik een meeting gehad met de politiebond, waarbij we als streefdatum voor beëdiging en bevordering hebben aangegeven dat we 14 december willen beëdigen, bevorderen en beëdigen. En die, tot nu toe kunnen we die datum aanhouden als pijldatum. Wat ik nu heb gedaan, is een screeningscommissie samenstellen. Alleen maar om dat proces te doen. En ik heb gemeend een heel deskundig team samen te stellen. Waarbij ik ook de Surinaamse Politiebond heb uitgenodigd om te participeren. Ik heb uit de pers heb ik begrepen dat, dat ze dat niet gaan doen. Ja, het zou natuurlijk beter zijn, goed zijn als ze konden participeren, wilden participeren. Omdat ze zodoende zien en ook een stem hebben. De commissie gaat kijken naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het intakeformulier gaan we meenemen. En ook de opleidingsovereenkomst die de recruten hebben getekend met de staat. En op grond daarvan gaan ze dus dan aanbevelingen doen. De procureur-generaal bijvoorbeeld had aangegeven dat er 7 recruten zijn die niet beëdigd zullen worden omdat ze een strafblad hebben of dan wel in aanraking gekomen met politie en justitie. Dus dat is de stand van zaken. Die commissie ga ik vanmiddag installeren en dan gaan ze aan het werk gaan.